Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Eline komt er hol uit. Een hele goede morgen en daar ben ik weer. Ik ben net weer wakker. Het is nu 10 uur bijna. En ik ga weer leren. Goh, wat verrassend. Even kijken. Hoofdstuk 4. En dan moet ik nog 2 hoofdstukken vandaag. Dus hoofdstuk 9 en hoofdstuk 14. En dan ben ik zover. En ik ga weer even checken of de was gedaan kan worden. Want ik had dus witte was opgehangen. En dan ga ik even ontbijten, denk ik. Deze is waarschijnlijk al wat droog. Ja, deze is van mijn werk. Even een ontbijtje maken. Dus ik ben nog steeds blij dat het hier netjes is. Volgens mij zeg ik dit nu echt elke dag. Maar ik vind het redelijk netjes. Afgezien van Jeffrey's bureau. Jeffrey, als je weer thuis bent, kun je meteen je bureau opgaan. Hij is morgen thuis. Of vanavond komt hij thuis. Maar wel pas na het avondeten. Dus ik ga even de was doen en ontbijten. En dan check jullie zo. En ik ga de batterij opladen, want ik zie dat de batterij bijna leeg is. Goed verhaal. Dag. We hadden allemaal muntplaatjes gekocht bij de markt. Dus ik heb even munt tegengezet, ook voor mezelf. En mijn ontbijt, havermout, amandelmelk, lijnzaad, chiazaad. En een beetje agavesiroop erbij. En hier doe ik ook agavesiroop bij. En dit is eigenlijk altijd mijn ontbijt. Als ik niet speciaal zeg. Als ik niet speciaal zeg van ja, ik ga pannenkoeken maken als ontbijt. Of ik ga een smoothie maken als ontbijt. Dan, ik zeg altijd smoothie, maar het is smoothie, toch? Volgens mij zeg ik het nu goed. Maar krijg er ook best wel veel commentaar over. Maar in principe eet ik dit altijd. En ik film mijn ontbijt eigenlijk bijna nooit. Omdat ik altijd zoiets heb van ja, ik eet altijd hetzelfde. En dan elke dag mijnzelfde ontbijt te filmen. Dan op een gegeven moment denken jullie ook wel van ja, nou weten we het wel. Dus vandaar. Maar voor de mensen die het nog niet wisten, dit is standaard mijn ontbijt. En met mijn thee erbij. Nom 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 nom. Hola, señores en señoritas. Ik ben alweer een stuk verder met leren, gelukkig. Ik moet nog iets van 17 pagina's. Ik denk dat ik nu op de helft zit van hoofdstuk 9. Op zich loop ik dan nog redelijk op schema vergeleken met gisteren. Want toen was ik ook, zeg maar, ik wil vandaag dus 2 hoofdstukken. En het hoofdstuk moet ik eigenlijk van mezelf klaar hebben voordat ik ga avondeten. En dan de rest van de avond ander. Maar het liefst wil ik nog iets eerder klaar zijn dan het avondeten. Want dan heb ik meer tijd voor die ander. En dan misschien ben ik dan wel klaar als je even thuis komt. Maar ik denk wel dat het late avond wordt. Maar ik ga gewoon even van het positieve uit. Ik hoop dat ik gewoon snel klaar ben. En ik heb ik laat heel vaak cactussen doodgaan. Dat is volgens mij al wel inmiddels een beetje bekend. En slecht. En toen lag ik dat ze zonlicht nodig hadden. De meeste planten hebben om goed mooi groen te worden ook zonlicht nodig. Maar ik deed eigenlijk de gordijnen nooit open. Want daar had ik geen zin in. Omdat het dan toch donker of grauw was buiten of zo. En nu is het steeds zonnig aan het worden. Dus nu heb ik eindelijk de cactusjes bij het raam gezet. En ik ga beter voor jullie zorgen. En ik heb al een beetje water gegeven. Niet te veel. Want ik heb volgens mij 2 cactusjes dood laten gaan omdat ik te veel water heb gegeven. Toen waren ze helemaal beschimmeld. Ik ben niet zo goed met planten. Ik heb dit hoekje opgeruimd. Dit is nu ook netjes. En ik heb het wasrek leeggehaald. Dus dat is nu ook netjes. Zo goed als. Ik ben eigenlijk wel heel trots op mezelf, want ja, ik ben goed bezig met leren. Het wordt weer netjes hier. En ik ben nog steeds aan het volhouden dat ik steeds ga afwassen. En dit is ook allemaal netjes. Dus ik ben er echt heel blij mee. En sorry als ik nu 10.000 keer gezegd heb dat het netjes is, maar het is netjes. En dat vind ik leuk. Dus dat wil ik met jullie delen, want jullie zeggen het ook vaak genoeg als het niet netjes is. Dat snap ik. En nu is het wel netjes en dan ben ik gewoon zo blij. Ik heb alleen wel, zeg maar, er lag heel veel troep van Jeff door het huis. Love you, Jeffrey. Dus ik heb dat allemaal op zijn bureau gepleurd. Dus dat mag hij opruimen als hij terug is. En verder kwam ik erachter dat de avocado rijp was. Dus ik ga denk ik even avocado eten met gewoon zout, denk ik. Gewoon zo uit de avocado lepelen. Of ik ga er iets speciaals mee doen. Maar daar heb ik denk ik geen zin in. Ook niet echt heel veel tijd voor. Nou, op zich heb ik nu wat tijd, maar geen zin. Of, oh, ik weet al wat ik ga doen. Ik heb nog rijst in de koelkast staan. Ik ga rijstvellen maken en dan met avocado. En komkommer. En tomaat. Oh, daar heb ik echt zin in. Om noem 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 noem. Rijstvel, avocado, tomaat, komkommer, rijst. Dat warm ik altijd op in een pannetje. Ik ben niet zo van een magnetron.
sojasaus in een bakje en allemaal bij elkaar gecombineerd in een rijstvel. Lekker! In dichtgevouwen ziet het er zo uit. Ik heb hem even open gesneden en dan... Tadaa! Nom nom nom! Ik besef me ineens dat de manier hoe ik rijstvellen maak, dat eigenlijk precies hetzelfde is als sushi. Dus ik ga ook nog een sushivel ertussen doen. En die ga ik op met dezelfde vulling doen. Et voilà! Het is natuurlijk wel zo dat als je het mooiste effect wil hebben, dan moet je een beetje... Zeg maar, ik heb nu die pan, die rijst gewoon verwarmd in de pan. En dan moet je wel zeg maar wat meer water erbij doen ofzo, zodat de rijst wat plakkeriger wordt. En eigenlijk moet je dan gewoon sushi rijst gebruiken. En dat besefte ik me later pas. Toen dacht ik, oh ja, je moet zeg maar de rijst eigenlijk een beetje uitspreiden als een soort van klein bedje. En daar leg je de groente in. En ik had nu gewoon net zoals die rijstvel, had ik gewoon naast en opgelegd. Dus nu ziet hij er dan zo uit en zit er niet heel rijstrandje omheen. Maar ja, even lekker. Ik bedoel, het smaakt niet anders als het er omheen zit. Dus. Nom nom nom. Maar ik ga denk ik wel de rest weer verder doen met rijstrollen. Vind ik veel makkelijker, want sushi valt ook sneller uit elkaar. Maar dit is wel leuk voor de afwisseling. Oké, er is er wel in uit elkaar gevallen, maar ik heb mijn sushi nog een keer gedaan. Dit keer met de rijst er wel omheen. En je ziet wel dat het een stuk beter als sushi eruit ziet. Stel scherp, ja. Alleen eentje is dus uit elkaar gevallen. Maar nogmaals, als je dit echt goed wil doen, moet je met sushi rijst doen. Maar ik vond het toch te lekker om geen sushi erbij te nemen, dus. Noem, noem, noem. Oh, en trouwens, tomaat in sushi is echt perfect, gewoon. Ik snap niet waarom er in sushi restaurants geen sushi met tomaat is. Want dat moet er gewoon komen. Dat is echt super lekker. Zo, ik heb me toch een partij lopen schransen. Ik zit echt vol. Echt vol. Maar alles is op. Zelfs deze zijn op. Hier zaten er 100 in, hè. Ik heb er gewoon in totaal meer dan 100 rijstvellen gegeten. Ik denk dat ik echt een verslaving heb. Niet nu hoor. Ik heb er niet nu 100 gegeten. Maar in mijn leven heb ik er... Terwijl ik ken ze nog helemaal niet zo lang. Ik eet ze pas een jaar of zo. Dus ik heb in een jaar tijd meer dan 100 rijstvellen gegeten. Wow. En ja, de rest is gewoon op. Ik heb alle rijst opgemaakt. Ik heb alle vulling opgemaakt. En nou ga ik lekker de afwas doen. En dan ga ik lekker modelleren. Daar heb ik echt totaal geen zin in. Ik weet niet of je dat herkennen. Dat je dan echt geen zin hebt om te leren. Ik denk dat iedereen het wel herkent. Ja, ik denk het ook wel. Ik ben ook half in mezelf aan het praten. Voor de rest gaat het ook wel goed hoor. Ja. Dus ik ga even de afwas doen. En dan check ik jullie gewoon. Lekker. Later. Joe. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Eline komt er hol uit. Dit moet je niet verkeerd opvatten, maar ik belde dus net mijn mama. Want ik had de vriezer heb ik eindelijk op marktplaats gezet. De koelkast nog niet, want die is vies, dus die moet eerst schoongemaakt worden. Zegt mama dus van, wij zitten al de hele dag in de tuin. Dus ik denk, wat? Ik zit de hele dag binnen en het schijnt dus super lekker weer te zijn. En Jeffrey die is helemaal aan het zweten blijkbaar, want die was de hele dag buiten. En ik zit gewoon de hele dag binnen. Dat is super zonde. Dus ik ga nu naar buiten. Ik heb me al snel als wieden weer gedoucht. En nu ga ik naar buiten. Want ik hou van de zon. En ik moet nu. En ik kan er gewoon niet tegen dat ik de hele dag binnen heb gezeten. Terwijl het lekker weer was. Dus ik ga nu naar buiten. En ik zal straks nog wel een keertje of een tijdje vloggen. Maar tijd om te leren. En ik heb druifjes mee. De liefde is er weer. En hij heeft de lekkere salade gemaakt. En we eten weer allemaal een beetje restjes. Jeff eet manga filet met een halve burrito. En ik eet een halve burrito. En een vegan burger. En ik eet dit nog half. En dat is het eigenlijk. Nu gaan we lekker klietjes eten. En ik heb er zin in. Het valt niet mee. Ik ben nog steeds niet klaar. Het is nu 12:30 of zo. Dus ik denk dat ik misschien toch nu ga slapen. En dan morgenochtend verder ga leren. Maar ik moet nog even nadenken wat nou de handigste keuze is. Ik weet in ieder geval dat ik nog een vlog moet editen. Daar had ik niet zo goed over nagedacht. Ik had gisteren vooruit gewerkt. Maar de vlog van die ik nu moet editen had ik nog niet geëdit. Vrij kut, maar ja. En ik weet ook dat het echt... Het is wel een hele leuke vlog, maar wel heel langdradig. Met heel veel zangstukjes gefilmd. Dus daarom moet ik de goede stukjes eruit knippen. Dus, oh, dus... Ja, niet handig gepland. Maar ga ik even doen. Dus
op dit soort momenten worden soms wel een beetje te veel. Maar ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje. En hopelijk zie ik je morgen weer. En dan ben ik een stuk relaxter. Want dan zit mijn toets erop. Dus wish me luck. Doei. Tot morgen.